Gemeente, wij willen verder gaan met het onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus. En in het bijzonder het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. We zijn aangekomen bij zondag 47. Dat gaat over de bede, de eerste bede. Uw naam worden geheiligd. Laten we dat eerst met elkaar lezen. Zondag 47, vraag en antwoord 122. Welke is de eerste bede? Antwoord: uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. Gemeente, wij schrijven dan onder deze woorden als thema de bede: uw naam worden geheiligd. Die omvat in de eerste plaats kennis van deze naam. Ten tweede lofprijzing van deze naam. En in de derde plaats levenswandel conform deze naam. Dus allereerst, gemeente, kennis van deze naam. Ja, dat is nog niet zo lang geleden dat we daar ook bij stilstonden, bij het belang van een naam. Ja, zo begint het al eigenlijk, kinderen, als je op school komt, voor het eerst in een klas, dan mag je je naam zeggen. Nou ja, er is eigenlijk al iets gedaan met je naam, hè. Dan is er al een bordje met je naam, of je mag je naam op een bordje schrijven en dat zet je dan voor je, zodat alle andere kinderen in de klas kunnen zien hoe jij heet. Waarom is dat nou zo nodig, dat de anderen weten hoe jij heet? Ja, je snapt het wel, hè. Dat zou heel lastig zijn als je iedere keer moet zeggen: wil dat meisje met dat gele blouseje eens even luisteren? Ja, maar er is nog iemand met een geel blouseje, juf. Oh ja. Dan dat meisje met het, ja, die ook een strikje in haar haar heeft. Nou, dan moet je iedere keer dus iets gaan zeggen hoe je eruit ziet. Het is heel fijn als je dus een naam weet. Dan weet dat kind dat zo heet ook precies dat zij geroepen wordt of dat ze bij de juf moet komen, of mag komen. En of dat je met haar gaat spelen. Met je naam, met één naam kun je dus gelijk zeggen: dat gaat over die of het gaat over die. Ja, soms hebben kinderen dezelfde voornaam. He, vanmorgen hebben we nog gedankt voor twee jongetjes die allebei Elias heten. Ja, dat wordt natuurlijk wel ietsjes lastiger, dus dan moet je de achternaam er maar bij gaan gebruiken. Vroeger had men dan ook nog wel eens de gewoonte om een bijnaam te gebruiken. Ik weet dat in een dorpje vlakbij ons dorp waar ik geboren ben, was het nogal de gewoonte om te zeggen: dat is van de lange of van de korte of van die weg, van dieën. Zo ging dat dan. En dan werd iemand dus nader aangeduid, omdat er best wel veel mensen waren die dezelfde voornaam hadden. Nou, daarmee heb ik al meteen gezegd dat onze namen, ja, op zichzelf niet iets zeggen over wie ik nou precies ben. Ook kan daar wel een bedoeling in liggen natuurlijk. Dat als een jongetje Samuel wordt genoemd, dat de ouders daarmee willen duidelijk maken: wij hebben dit jongetje van de Heere gebeden. Van God gebeden.
Of dat je je kind Matthäus noemt, of je dochtertje Matthea. Een gave van God. Dan wil je daarmee wel iets uitdrukken. Dat is zo. Maar dat betekent niet dat zo'n kind inderdaad altijd zo gaat leven zoals de ouders het heel graag hadden gezien. Ik denk dat de kinderen wel weten van een man die ook zo'n mooie naam had, dat dat helemaal niet in praktijk werd gebracht. Hè? Judas. Judas Iscariot. Dat betekent God loven. Maar de Heer Jezus heeft, we hebben het net gehoord, in Johannes 17, hem genoemd de zoon van het verderf. Dat is zijn bestemming. De duivel woonde in zijn hart. Dat is nooit veranderd. Namen. Bijnamen. Ik ga nog even terug naar de preek over Barnabas. Weet u het nog? Hij heette Jozus. Dat betekent Jozef. Maar er stond bij, hij werd toegenaamd door de apostelen Barnabas. Zoon der vertroosting. Ook wel zoon van de profetie. En dat zei heel veel, ja, alles over hoe hij functioneerde. De apostelen zagen dat Barnabas een bijzondere gave had als het ging om de uitleg van Gods woord. En mensen te troosten met Gods woord. Daarom kreeg hij die bijnaam Trooster. Zoon van vertroosting. Kijk, gemeente, nu heeft de Heere voor zichzelf ook namen. Namen waarin hij eigenlijk wil vertellen wie hij is. Daarom heeft de Heer Jezus het beleden aan zijn vader in dat hoge priesterlijke gebed. Ik heb uw naam geopenbaard. De mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Vader, uw naam, wie u bent, dat bedoelt hij hier te zeggen. Uw naam zegt alles over wie u bent. God maakt zich bekend door middel van zijn namen. En dan heeft hij gemeente wezensnamen. Die namen zeggen iets over zijn eigenschappen. Dat noemen we ook wel zijn deugden. De eeuwige. God is eeuwig. De alwetende. Heer, u weet alles. De alomtegenwoordige. De almachtige. Dat zijn wezensnamen. Weet je wat leren Gods kinderen die wezensnamen kennen? U ook? Daar kunt u het aan herkennen. Of u een kind van God bent. Of u die namen leerde kennen, die wezensnamen. O Heere, u bent de alwetende. U kent mijn hart. U kent mijn hart. U weet wat er in leeft en in woont. Wat we vanmorgen hoorden, weet u nog? Dat maakt zo klein voor God. Want u bent niet alleen de alwetende, maar ook de rechtvaardige. En u bent de heilige en de barmhartige. Daarom loop ik niet bij u weg, Heere, maar wil ik juist tot u komen. Want u bent ook de grondeloos barmhartige God die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, al mijn overtredingen kan en wil vergeven. Meente, God heeft ook persoonsnamen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het is belangrijk dat we dat onderscheid wel maken. Je hoort soms wel, ja, van die slordigheden. Daarmee bedoel ik dat bijvoorbeeld als wordt gesproken over het werk van de Zoon, de Vader wordt genoemd. Maar dat is niet juist.
U mag niet in uw gebed zeggen, o hemelse Vader, u die voor ons wilde lijden en sterven. Nee, dat is niet de Vader, dat is de Zoon. Ja, maar de Heer begrijpt het toch wel. Ja, maar zo wilt u toch niet leven? U wilt toch wel hem aanspreken zoals hij aangesproken wil worden? Belangrijk om daar ook zorgvuldig in te zijn. En dan, gemeente, zijn er de eigen namen van God, de zogenoemde eigen namen. Dat de Heer een speciale naam gebruikt om te laten zien, dit ben ik. Zo kwam hij eens Abraham tegemoet. Abraham was 99 jaar oud en de Heer had hem een zoon beloofd. Maar het was al zo lang geleden en hij was nu zo oud. Dat kan toch niet meer, Heer, had hij toen gezegd. En toen zei de Heer, maar Abraham, ik ben El Shaddai, God de Almachtige. Voor mij is toch niets onmogelijk. Abraham, dat ben ik. En gemeente, als Mozes naar de farao moet gaan, dan wil de Heere dat de naam Kyrios wordt gebruikt. Heere. En dat staat voor heerschappij voeren over de schepping, zoals een meester tegenover de slaaf. Daarin zegt de Heere, maar ze zijn van mij, o farao, de kinderen Israëls. Ze zijn van mij. Ik ben de Heere, de Kyrios, de Adonai. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament kom je die naam tegen. Of gemeente, als het volk van Israël de strijd moet voeren, dan zegt de Heere, maar ik ga met u mee. Ik ben de Heere Zebaot, de Heere der Heerscharen. Ik ben de aanvoerder van u. En zo maakt de Heere zich dus bekend in die namen. En u ziet ook dat als Mozes vraagt voordat hij naar de farao gaat, maar wie bent u dan? Wat is dan uw naam? Hoe kan ik u bekend maken? Dat de Heere zegt, ik ben Yahweh. Ik ben de God van je vaders. Van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de onveranderlijke God, Mozes. Die ik zal zijn, die ik zijn zal. Of zoals velen het wel kennen, ik ben die ik ben. Daarmee bedoelde hij te zeggen, Mozes, ik heb toch beloofd. Ik heb toch beloofd dat mijn volk zal wonen in dat land overvloeiende van melk en honing. Ja, dat is nu al lang geleden dat ik die belofte heb gedaan. Inmiddels 400 jaar is het volk in Egypte, maar ik ben niet veranderd. En dan wil de Heer dat Mozes als het ware pleit op die naam. Dat doet hij later ook, hè, gemeente. Zoals de Heer hem hier zijn naam bekend maakt en hem juist bemoedigt en zegt, Mozes, vanwege deze naam, vanwege wie ik ben, kun je naar Egypte? Mag je verwachting hebben? Dan zie je dat Mozes dat later ook doet. Dat hij gaat pleiten op die naam. Als de Heer zegt, Mozes, ga eens aan de kant. Dat volk heeft me zo beledigd door het gouden kalf te aanbidden. Door eromheen te dansen. Door mij te vergelijken met de goden in Egypte. Aan de kant, ik ga dat volk nu doden. Dan springt Mozes voor het volk in de bres en zegt, nee, niet doen. Wat zult u dan met uw grote naam doen? Wat zullen de volkeren dan van u zeggen? En later hoort hij precies hetzelfde zeggen door Jozua. Ik heb daar eens over gepreekt, hè, met Biddag. Bij Jericho, dan ligt hij plat op de grond en dan smeekt hij het. Heere, uw naam is in het geding. Uw naam. Nou, ik stel u één vraag, gemeente.
is de naam van God u al dierbaar geworden? Is die naam u lief? Die naam. Kinderen, jullie zijn gedoopt. Heel veel hier bij doopvond, daar staat het. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Toen heeft de drie-enige God zijn naam aan jouw naam verbonden. En toen heeft de Heere beloofd, als je tot mij komt, met je zonde, met je schuld, met je onwil, met alles wat tegen jou pleit in de relatie tot mij, dan zal ik je niet wegsturen. Echt niet. Als je komt tot mij, zoals die verloren zoon kwam, dan zul je hetzelfde ondervinden. Genade zal ik je bewijzen. Toen heeft de Heer een toezegging gedaan. Toezegging. En hij zegt, ik geef je er een teken bij en een zegel. Een zegel. Het is echt. Het komt uit de hemel. Het komt van God die de waarheid is. En daarom gemeente, wij hebben als kerkraad toch ook gemeend dat ook maar eerlijk te moeten benoemen. Nu is het erg als twee heel jonge mensen, of nou ja, nog jonge mensen, hebben uitgesproken dat ze zich willen laten overdopen. En wij vinden dat we daar ook tegen moeten waarschuwen in het midden van u. Omdat we horen dat de jongeren worden opgeroepen om te komen. Een van hen wil zich volgende week, als hier het avondmaal wordt bediend, laten dopen. En ik wil u toch vragen als ouders, wees alert. U kunt daar niet in meegaan. Kinderen, jullie moeten daar niet in meegaan. Wees trouw aan het woord van de Heer. Aan het teken dat je hebt ontvangen. En zeg niet, ik vind mijn geloof belangrijker dan de toezegging die de Heer heeft gedaan. Nee, ook niet om te supporten. Dat kan niet. Je plekje is hier. We moeten dat zeggen, gemeente, want we moeten ook waken. We moeten ook waken. Voor allerlei dwalingen die zo gemakkelijk in de gemeente kunnen komen. En die een eigen leven kunnen gaan leiden. Wees allen daarin dus ook waakzaam. Gemeente, wij hebben gezien dat het gaat om het kennen van deze naam. Als we bidden uw naam, worden geheiligd. En dat het ook gaat, dat is de tweede gedachte, om de lofprijzing van deze naam. Dus Gods naam heiligen. Heiligen. Wat is dat, heiligen? Er zijn meerdere betekenissen voor dat woordje, van dat woordje heiligen. Als wij het hebben over heiligen, dan denken we vaak, en dan bedoelen we ook vaak, de heiligmaking. Ik heb dat vanmorgen ook genoemd. Heiligmaking. En toen in de preek over Barnabas ging het ook over de heiligmaking naast de rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking, vergeving van zonde betekent dat, weer rein voor God staan. Heiligmaking betekent dat je ook uit dankbaarheid bereid bent om de Heere te dienen. Om te gehoorzamen. Gehoorzamen in zoveel opzichten. Als het gaat om zijn woord, om zijn geboden, zijn inzettingen. Maar ook als het gaat om mensen die hij boven ons heeft geplaatst, om die te gehoorzamen. Heiligmaking. Je zijt afgewassen. Maar je zijt geheiligd. Maar je zijt gerechtvaardigd. Daarover gaat het hier niet in deze bede. De tweede betekenis van heiligen is afzonderen. Afzonderen. Apart zetten.
Vroeger had je de heilige toonbroden of de heilige tafel der toonbroden. En een heilig wasvat. Dat betekent, dan mocht niemand verder iets mee doen. Dan mocht je niet aankomen. Apart gezet. Heilige doop. Komt het weer terug, gemeente? Heilige doop. Apart gezet. Kindertjes die apart gezet zijn. Kunnen ook volwassenen zijn die apart gezet zijn. Door de doop wordt dat verzegeld. Door God zo heel duidelijk gemaakt. Apart gezet niet om verloren te gaan, maar om behouden te worden. Het heilig avondmaal. Ook weer apart gezet. Mensen die belijden. En dat ze een hongerig hart hebben. Dat alleen maar vrede vindt. In het brood des levens. Die een dorstig hart hebben. Die willen drinken van het levende water. Mensen die zeggen, die belijden. Ik lig midden in de dood. Maar buiten mij, in Gods belofte. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja, in de drie enige God. Daarin is het leven. Dat, apart gezet. Ze zitten straks, als de Heer het geeft, volgende week apart. En gemeente, als u daar nog niet mag komen, omdat u zelf weet dat u die zaken niet kent, dan mag u geen rust hebben. Ik zeg u, zoek met haast. Want we weten niet hoe lang we nog te leven hebben. U moet het weten voor u sterft. En het kan vandaag uw sterfdag zijn. Als een organist in Nunspeet, nog niet zo lang geleden. Die wilde beginnen met spelen. En hij was al voor de dienst aan het oefenen. Plots bleef het stil. En hij was niet meer. Kan zijn, gemeente, dat vandaag telefoontje komt. Hij of zij is niet meer. En waar bent u dan? Nee, niet zeggen dat avondmaal, dat heilige avondmaal is niet zaligmakend. Daar heeft u gelijk in. Maar als u die zaken niet kent, dan gaat het niet goed. Ik heb je wel eens verteld, toch, van dominee Flevel. Pas promoveerde er iemand aan de TUA op zijn werken ten aanzien van sterven. Dominee Edwards uit Amerika. En dominee Flevel heeft eens een preek gehouden. Wie de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking. En toen kon hij de zegen niet op de gemeente leggen. Aan het eind van de dienst. Want zei hij, hoe kan ik u de zegen geven? Als ik weet dat er mensen zijn die de Heer Jezus Christus niet kennen. Toen ging de gemeente verslagen naar huis. En het is in ieder geval voor één tot eeuwige zegen geworden. Doet even een zijpad. En dat ging dus over het apart gezet worden. De tweede betekenis. Maar die wordt hier ook niet bedoeld, gemeente. De derde betekenis van heiligen, dat is prijzen, eren, roemen, groot maken. En dat is het, dat wordt hier bedoeld, in deze bede. Maar u zult het wel met me eens zijn, dat de Heere wordt geprezen in de heiligmaking. En dat de Heere wordt ook geprezen als mensen belijden. En dat ze onrein zijn van nature. Ook hun kinderen zo in de gemeente ten dood mogen houden. Dat daarmee ook de Heere wordt geprezen. Want ze zeggen daarmee, Heere, u kunt ze reinigen. U kunt ze genezen van al hun zonden. En dat als de mensen aan het avondmaal mogen komen op goede gronden, omdat ze de Heer Jezus Christus kennen, dat daar in de Heere wordt geprezen. Dan wordt de Meester
in geëerd gemeente. Dus het hangt wel nauw met elkaar samen. Wij denken vaak bij prijzen aan psalmen zingen. Nou ja, dat ook zeker gemeente. Psalmen zingen, ja. We hebben net ook gedaan, hè, over die namen van de Heren. Hebben we gezongen. Het is niet zo'n goed teken, gemeente. Als u zegt zingen, daar houd ik echt niet van. Dat doe ik gewoon niet aan mee. Ik denk wel aan iets anders. Het is niet zo'n goed teken. Want het is wel een middel. Een middel dat de Heren kan gebruiken. Om u te treffen. Psalmen die je hart te treffen, staat er in de berijming zo mooi. U zal niet de eerste zijn die tijdens het zingen van een psalm wordt geraakt. Zo vaak gehoord van mensen, maar ook zelf zo vaak ondervonden. Dat zelfs als misschien de preek wat op afstand bleef, dat er toch een psalm was die je zo raakte. Ja, daar ligt nou mijn hart in verklaard. Daarin mag ik de Heer de eer geven. Wilt u toch maar meezingen? Als je het niet deed. Gemeente, zingen is ook pleiten. Dat is pleiten. Pleiten op die naam. Zoals Joshua dat deed, net als Mozes. Wat zult u dan met uw grote naam doen? Dan ligt er geloof in, hè? Verwachting. Ouders en grootouders, pleit je ook op die naam van God als het gaat om je kinderen en je kleinkinderen. Heere, uw naam is verbonden aan ons kind, aan ons kleinkind. Wilt u die belofte vervullen? Wilt u dat harde hart wegnemen en hun vlees hart geven? Mogen ze wandelen in uw wegen? Weet u nog dat touw vasthouden? Ik vroeg dat pas, hè, vorige week. Kunt u een touw vasthouden? Vroeg Spurgeon aan de gemeente. Naar aanleiding van die vier mensen die een vriend op een brancard naar beneden lieten. En voor Jezus voeten als het ware neerlegden. Ze hoeft alleen maar een touw vast te houden. Zei Spurgeon, u moet een touw vasthouden voor iemand. Voor uw kind, voor uw vrouw, voor uw man, voor uw broer of wie dan ook. Hou een touw vast. Bid. Wees een voorbidder. Ja. Pleiten. Gods belofte. Net als die vrouw. Canaanese vrouw, zo kennen we haar wel, hè? Een heel kort gebed. Maar ze pleit op zijn naam. De naam David, zo. Beloofde. Daar lag alles in voor haar. U bent de beloofde, Messias. U kunt mijn dochter genezen. En ze bleef maar roepen, ze bleef maar aanhouden. Zonen David, zonen David. Meent u wie zo tot hem gaat en pleit op zijn naam. U bent toch de Heer Jezus Christus. Uw naam is toch zaligmaker, gezalfd. En u bent toch ook de Kyrios, Heer. U kunt toch alle dingen. Heer, hier hebt u mijn kinderen. Of ja, zegt u ook maar gerust als gemeente. Hier heeft u onze kinderen, Heer. Hier heeft u onze weglopers. Wilt u ze terugbrengen, wie het ook is. Hier hebt u mezelf. Heren, o Heren, wil mijn hart toch. Wilt u het voegen? Wilt u het zacht maken? En weer opnieuw zacht maken? Wilt u het bearbeiden? Ja, Heilige Geest, wilt u erin wonen? Uw naam worden geheiligd. Heeft u het alles gezegd, Heere? Wat zult u met uw grote naam doen? Als dit kind verloren gaat. Als dat kind verloren gaat. Wat zult u met uw grote naam doen, Heere? Als het werk van onze evangelisatiecommissie niet gezegend wordt. Wat zult u met uw grote naam doen, Heere? Als er straks kinderevangelisatie mag plaatsvinden.
En niet een van die kindertjes zou bekeerd worden tot u. Het gaat toch om uw naam, heren? Kijk, zo gemeente, maak het maar heel concreet, hè. Dat ben ik nu ook aan het doen. En zo mag je bidden. Tot het laatst. Ja. Uw naam. Ook als ik moet sterven, heren. Wilt u me dan vrijmoedigheid geven. Om van uw naam te getuigen. Wilt u de vorst de duisternis bestraffen. Het gaat er wel uit van zo'n stervende. Van die vergeten, die vrouw. Hier in de gemeente, die steeds maar zei. Zo vertroost. Hij staat aan de andere kant. En hij wacht op mij. En hij zal me niet beschamen. En ze moesten nog bij zeggen. En als hij me wegstuurt, zou ik zeggen. Heer, dat heb ik eerlijk verdiend. Maar zei ze, zal me toch niet wegsturen. Want dat heeft hij zelf beloofd. Zoals een vrouw zei eeuwen geleden, een paar eeuwen geleden. Tegen een van de dominees, Erskine of Erskine. Nee, dat kan niet. Want het gaat om zijn naam. Het gaat om zijn naam. Gemeente, dan tenslotte de levenswandel. Wij stonden stil bij de bede. Uw naam wordt geheiligd. Die omvat kennis van deze naam. Die omvat ook lofprijzing van deze naam. En die omvat ook een levenswandel conform die naam. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden, werken, al zo schikken, dus ordenen en richten, doel geven, alle dingen in je leven, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Dat is vanmorgen nog aangehaald. Paulus, die moest zijn Joodse toehoorders in alle eerlijkheid zeggen dat de naam van God gelasterd werd door hun levenswandel. U kijkt neer op de heidenen, zegt hij, maar u doet dezelfde dingen. Dat deed Jezus trouwens ook. Hè? Hij ontmaskerde die zogenoemde wetsgetrouwen. Hij zegt, u staat te bidden in het publiek. En u moet een schijn van Gods zaligheid uitstralen. Maar als het donker is, als niemand u ziet, dan doet u het tegenovergestelde. Dan knijpt u de katjes in donker, zouden we zeggen. Hoe is onze levenswandel, gemeente, ons levensdoel? Bij alles wat we doen. Nee, u moet geen vakjes maken en zeggen, dat is vakje God en zijn dienst. En dat is vakje vrije tijd. En vrije tijd, daar mag ik lekker zelf over beslissen wat ik dan doe. En heel veel mensen die hebben een heel groot vak vrije tijd. Dat is allemaal voor henzelf. En als je erop aanspreekt, dan zeg je, ja maar, nee, daar denk ik echt anders over hoor. Nee, dat moet niet zo moeilijk doen joh. Nou, dan moet je deze tijd plaatsen. En zo hebben we allerlei argumenten om te kunnen leven zoals we het zelf willen. Maar gemeente, ik geloof toch, en dat is ook belangrijk om jezelf te onderzoeken ten opzichte van het heilige avondmaal. Bent u ook bezorgd over Gods eer in uw leven? Schrijft u die eer niet weg op een wijze zoals ik net tekende? Dat voel ik anders, dat denk ik anders. Dat andere mensen moeten zeggen, is dat nou iemand die aan het avondmaal gaat? Nee, ik weet het, zo mogen ze en zo moeten ze niet spreken, dan moeten ze u erop aanspreken. Maar het zou wel erg zijn als ze er redenen toe hebben. Ze zeggen, die leeft er zo makkelijk op los. Ik merk daar eigenlijk helemaal niks van. Hoe ga je met zijn naam om?
hoor ook dat onze jongeren zo makkelijk de naam Jezus in de mond nemen. Dan wordt zijn naam genoemd als iets leuks plaatsvindt of als iets niet helemaal goed gaat. Toch? Of God? Oh, God. Ja, dat is erg om zo de naam van de Here te gebruiken. Hij hoort het. Zullen we daar elkaar ook op aanspreken, gemeente? Geldt trouwens ook voor andere lelijke woorden die te pas en te onpas, ja, eigenlijk altijd te onpas, worden gebruikt. Geslachtsdelen bijvoorbeeld, wordt heel gewoon gevonden. Laten we er toch alsjeblieft mee stoppen. Laat de wereld merken. Gij geheel anders. En gelukkig, die getuigenissen zijn er ook, hoor. Ja, ja, zeker. Ik heb het vorige week nog van twee mensen gehoord die helemaal buiten, zeg maar, de kerk leven. En die zeggen, ja, jullie mensen, daar heb ik toch wel respect voor, hoor. Die ik tenminste ontmoet en ken en kinderen, ja. Ja, daar was ik blij mee, dat begrijpt u. Maar het kan ook anders. Hoe is dat in ons leven? Meent u, hoe kunt u daar nou, ja, voor zorgen? Klinkt een beetje modern. Dat u doet, mag doen wat in de catechismus staat. Nou, in de eerste plaats erkennen. Heren, alles wat ik niet zelf kan, kunt u wel. Eis van mij vrijmoedig. Ik zal het u geven, zegt de Heer. Kinderversje zeggen we dan. Psalm 81. Nou, breng het maar in de praktijk. Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Geldt voor mij net zo goed, gemeente. Net zo goed, hoor. En leef dicht bij de Heere. Bij zijn inzettingen. Jezus zegt, blijf in mij. En ik in u. Dan zult ge veel vrucht voortbrengen. Weet je, als een man en een vrouw veel dingen samen bespreken, elkaar waarderen, open zijn, gericht zijn op elkaars belangen, zal ik u zeggen, gaat dat huwelijk heel goed. Maar als het tegenovergestelde het geval is, ze doen allebei hun eigen ding en ze zoeken de verschillen, dan gaat het niet goed. Dan drijft dat uiteindelijk hen uit elkaar. En misschien voor het oog nog een net een keurig huwelijk, maar ze weten zelf eigenlijk wel beter. Is dat nou met hemels huwelijk anders? Nee. Nee. Ze zeiden wel van die hele jonge dominee, Andrew Gray, dat er een glans lag op zijn gezicht. Dat hij zo vaak, zo lang, zo intens met zijn meester sprak. Is dat iets wat u ook graag wil? Zoek dan voortdurend zijn aangezicht. Amen.